gaat het beginnen voor Techie. Oftewel, het play-off seizoen. Want je kan zo goed spelen in de voorrondes, maar de play-offs is een ander verhaal. Want als je verliest, lig je niet tegelijk uit, wil je gewoon een best of 5. En voor het eerst dit seizoen Tilburg een volledig fitte selectie. Ja, het is het 8e seizoen. En één keer geen play-offs in verband met corona. En alle 7 seizoenen daarvoor heeft Tilburg gewoon netjes de tweede ronde gehaald. Peiting kwamen ze eerder tegen, namelijk in 2015. Halve finale en in game 5 werd met 2-1 in overtime gewonnen. Nou, wat weten we van Peiting? Nou, door Naksam heeft daar gespeeld. Maar die hadden na een slecht jaar het management besloten om te gaan verjongen. Nou, Nardo is naar Blue Devils Weide gegaan. En ja, wat is het verschil tussen Peiting en Tilburg? Ik heb het even nagezocht bij de goalies. Ruud Leeuwenstein en Cedric Andee. Ruud die heeft 2,4 goals tegen per wedstrijd. En Cedric ook 2,4. En qua reddingspercentage zit Ruud op 90,9. En Cedric op 90,8. Dus dat is een verschil wat verwaarloosbaar is. Maar de goalies van Peiting, Conrad Fiedler, die heeft een savingspercentage 87,1 en 3,6 goals tegen. En Florian Heckenrieder 87,3 savepercentage en 3,1 goals per wedstrijd tegen. Nou, de beste aanvaller bij Tilburg Trappers is Max Hermes. Die heeft inmiddels 27 goals en 41 assists. Dus je komt op 68 punten. En het beste is de aanvaller van Peiting, Felix Beauchemin-Brassoir. Met 47 goals en 31 assists. Qua powerplay en penalty kill heb ik maar een klein verschilletje. Peiting zit op 22,5. En Tilburg op 21,5%. En de penalty kill 81,5 voor Peiting. En 81,6 voor Tilburg. Dus het zal om details gaan. In ieder geval heel veel plezier vanavond bij de eerste play-off wedstrijd tussen Tilburg Trappers en EC Peiting. Cor Michielsen op Stappenroer voor Vezel.